Zo, op naar de volgende cottage. Voor de cottage tour. Welk nummer hadden we nou? Nummer 50. 50. En hij zit... We zijn er bijna. 58. 55. Zou je aan deze kant liggen? Ik denk het wel. Hier is 51, 52, daar is 50 dan. Zet ik hem hier neer. Mooi, hè? Kijk op de berg. Oh, hij ligt wat hoger. Ja. Zo, Chris, loop jij voorop? Maken we de deuren open. Kijken of we een wow-effect krijgen. Wat is het voor een... Dit is ook weer een premium. Maar dan een grote, een 8 personen. 8 personen premium. Ja, en heb je Teddy weer erbij? Yes, Teddy gaat mee. Nummertje 50. 8 persoons premium. Kijk, Truus is erop. Ja, die was de laatste al op Erpenheide. Nou, ik ga hier beginnen. Ga jij daar beginnen? En doe je de lampjes aan? Hier is een toilet. Ik moest van Chris beter het toilet in beeld brengen, dus dat doe ik nou. Ja, laatste keer zei je was niet goed gegaan. Dus, oh, de gordijntjes doen wel open, want dat vind ik zo sneu. Kijk, hier dan. Mooi, hè? Zo, alles aan. Kijk, dit. Hé, hey, hier hebben ze toch dezelfde decoratie doorgevoerd als die andere. Nu heeft de haardstok wel een kip. Maar de decoratie niet, toch? En hier stonden geen tv's aan, dus ik zet ze aan. Mag wel, hè? Nou, je ziet hier de woonkamertjes. Het ziet er leuk uit. Kijk hier doorgaan. Veel plezier. Angelique wens ons veel plezier. Teddy staat daar weer. Kijk dan. Teddy weer. Ja, ja. Mooi, hè? Kijk, hier zit dan ook weer die oven erin. Koelkast zit er natuurlijk ook in. Badkamer? Ja, dan loop ik naar de badkamer. Met lichtbad weer. Ja. Slaapkamer hier. Slaapkamer 2. Kijk, USB'tjes weer hier. Dat is zo. En dan krijgen we hier deze. Dit is de grote met de tv. Oh, hier staat de tv wel al aan. Hier is ook nog een lampje zo. Kijk. Hop. Hier is de kluis. Het is een laptopkluis, noemen ze die, maar deze zit toevallig weer dicht. Nou, zou het werken, hè? Nee, zie je wel, verkeerde code. Nou, is dat niet erg. We hadden dat laatst ook al een keertje in een hotel. Laatst hadden we ook een keertje in het hotel, was die kluis ook dicht. Toen duwde ik op 1, 2... Oh, oké, okay. 15 minuten wachten, zegt hij. Daar heb ik geen tijd voor. Dat gaan we niet doen. Zal ik deze even aandoen? Zo. Hoppakee. Maar dit is dan die hele grote. Wat we al zeiden. En, oh, ik moet nou naar die andere badkamer. Chris is een leuke fotoopstelling aan het doen. Dus deze badkamer, kijk, deze is ook hey, even een deur. Weet jij nog of er op de Erpenheide ook een deur zat in de douche? Een deze heeft een deurtje erin. Ja, wel, die had andere glas, hè? Een inloopdouche was dat daar. Ja, ik ga daar toch wel terugkijken, want kijk, deze heeft een deurtje. Zo'n deur, een half deurtje. Een half deurtje. Dat weet ik dus ook niet. Nou, weten jullie het? Laat gewoon weten in de reacties.
gaan we even door naar deze hier. Hier nog eentje. Dit is een normale. Ik zet de lamp aan. Ja, waarom zetten we eigenlijk de lampen aan? Nou, heel simpel. Dat is gewoon leuker voor beeld. Is gewoon een stukje leuker voor beeld. Daarom doen wij dat. Kijk, ik kreeg als commentaar net een keertje. Waarom staan die lampen nou in die kap? Maar hier staan ze ook in de kap. Nou, hier staan ze wel aan. Zo. Nou. Dat was hem dan weer, hè? Ik ben er weer doorheen. Ik nog niet. Oh, jij nog niet. Nou, oké. Okay. Teddy erbij. Teddy gaat ook mee. Hier de open haard, buitenterras. Nou, als ik er toch ben, laat ik het even zien. Kijk. 8 personen. Best wel een leuke omgeving dit hier. Best wel leuk zo. Kijk, lekker een beetje privé zo. Ja. Nou. De video maar weer afsluiten. Chris? Ja? Zullen we de video even afsluiten? Ja. Heb je daar tijd voor? Oh, oké. Okay. Ik wacht even. Ja, dat was hem dan weer, hè? De 50, toch? Bungalow nummer 50. 8-persoons premium. En, hoe vind je hem? Ja, hij ziet er leuk uit. Mooi ruim. Mooi ruim. Mooi licht. Net iets van andere decoratie dan het andere park, wat we zagen in die 8-persoons premium. Andere huisje, ja. Nee, ook in het andere park, Erpenheide. Oorsel, ja. Dat is weer wat anders. Dus dezelfde decoratie als dat andere huisje. Erpenheide had allemaal dieren volgens mij, hè? Ja, en die had hier ook nog wat speciaals aan de muur en daar zo en allerlei dingetjes. Maar goed, dat hoeft natuurlijk niet over het zuiden. Het moet een beetje verschillend zijn. Ja. Dus deze ziet er best netjes uit. Een leuke bungalow. Toch? Oh, dat wordt op de deur geklopt. Nou. De deur staat nog open, is de wind. Is de wind. Nou, doe een duimpje omhoog. Duimpje omhoog voor deze. Laat weten wat je ervan vindt, van dit huisje. Ja, dat sowieso. En? Reactie? Oh, had je al gezegd. Ja, laat weten wat je ervan vindt. Ja. Abonneren. Ja, druk op belletje. En delen. Ja. En dan zeg ik weer. Tot de volgende video. Tot de volgende video. Oh, nog een keer. Tot de volgende video. Nou doet hij het wel.